In Word kan je natuurlijk typen, maar soms zijn tekstvakken toch net wat handiger. Hoe voeg je een tekstvak in? In het menu invoegen en dan klik je hier rechts bij de tweede pijl op tekstvak. Nou, er zijn een aantal mogelijkheden, maar we kiezen gewoon even de eenvoudige. En dan komt er, voilà, een tekstvak in jouw document te staan. Natuurlijk kan je daar gewoon lekker je eigen tekst inzetten. Maar, heel belangrijk, let even op dat vierkantje ernaast. En kies in het vierkantje voor tekst en positie op pagina fixeren. Want zo ben jij de baas over waar het tekstvak terechtkomt. Altijd voor tekst en positie op pagina fixeren, zodat hij als je enters doet, die op zijn plek blijft staan. Maar goed, dit is nog een beetje een saai tekstvak. Uiteraard kun je gewoon de tekst aanpassen, dik gedrukt, vet, lettertype kiezen. Je kent het wel, de standaard mogelijkheden. Klik eventjes, heel belangrijk, op de rand van je tekstvak om deze mooi te maken. Want je kan de tekst geselecteerd hebben of de tekstvak zelf. En hoe selecteer je het tekstvak zelf? Door op de rand te klikken. En als je dat doet, komt hier bovenaan opmaak tevoorschijn. Lint opmaak, specifiek voor dit tekstvak. En dan kun je daar tekstvak pimpen met kleurtjes en ook de rand aanpassen. Dat noem je ook wel contour. Met kleur, dikte of helemaal geen opvulling of rand aan jou de keus. Met linksklik en sleep kun je natuurlijk de tekstvak groter en kleiner maken. Maar wat ook kan, hier bij opmaak kun je ook typen de hoogte en de breedte. En kun je exact invullen op de centimeter, millimeter nauwkeurig hoe groot je tekstvak moet worden. Bijvoorbeeld 3x10. Nou, daar past de tekst natuurlijk niet in, maar hey, hij is tenminste 3x10. Nou, ik kan er ook bijvoorbeeld 3x20 centimeter van maken. Enter. En voilà, dit tekstvak is nu precies deze afmetingen. Dus nu heb jij de controle over de tekst, over het tekstvak zelf, over hoe die in het document terechtkomt en de grootte.